poppetje. Kijk, 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 kijk nou daar naartoe. Dat mag niet, hè? Waarom mag dat dan niet? Daarop. Nou, zeg. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag vrijdag 11 september en we leven om 12 uur 58. Rebecca die komt vandaag weer en straks om 1:30. Ik heb weer even een ballonbroek opgezocht, die had ik gewassen. Die zat nog in de droger, dus die heb ik weer aan. Lekker luchtig, het is niet koud, dus ik doe enkel dat vestje aan. En dan is het weer lopen met Rijka. En wat ik ook wil doen, dat is even verder met het kastje. Dan zet ik gewoon even de schone glazen er al in. Maar ik moet ook de grote glazen schoon hebben. Ja, en die behoren achteraan. Maar dan moet ik het dan even opnieuw indelen. Ik zet het er nou gewoon zo in en dan de vuile glazen. Die komen zo vast al in het droger, in de vaatwasser. En dan zien we wel weer. Maar ook welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Ja, ik ben, ondanks ja, mijn dagelijkse dingen, ben ik wel weer blij dat Rebecca komt. Maar ik kreeg ook alweer telefoon. Dat andere week, vrijdag, dus vandaag over een week, dat ze dan niet kan komen, maar dan krijg ik Astrid. Nou, toppie, Astrid. Ja, ben ik ook blij mee. Maar ja, waarom een week van tevoren? Oké, nou ja, ik zal het straks vragen als ze komt. Ja, toch? En ja, er komt ook nog even een speciale vlog. Over dat apparaat, dat nou op tafel staat, waar jullie in hangen. Hoe dat werkt en dan op het Nederlands, want het is allemaal Engels wat je vindt op buitenland. En Chinees, Japans en weet ik veel wat. Nou, dat verstaat een boeren-Nederlandse niet. Nee. Dus ja, ga ik lekker opnieuw beginnen met deze en dan laat ik het zien hoe dat allemaal werkt. Ja. Dan zet ik deze gewoon weer op mijn tripod. Die hebben we hier ook nog. Deze tripod. Ja, daar ga ik iedere keer, nou die is ook hartstikke goed. Daar zet ik hem dan even op. En dan neem ik gewoon mijn gewone normale mobiel waar ik mee telefoneer, etc. Die zet ik er dan op. En dan, ja, komt het allemaal wel weer goed. Dan, Nee, ik zet mijn nieuwe goede mobiel deze aan en dan deze zet ik op die tripod, want daar moet ik mee vloggen dan. Ja, en dan laat ik zien hoe dat ding werkt. Voilà, een kind kan er wat doen. Ja toch? Maar ik zou zeggen, geniet, want het is prachtig mooi weer, wel wat bewolking, maar de zon die schijnt ook. Dus wat willen wij nou nog meer? Ja, dat is nou wat ik wil. Ik wel. Jullie ook? Ik weet het niet, ja. Jullie kunnen al sneeuw willen hebben, regen, hagel, onweer, weet ik veel, allemaal slecht weer. Nou, ik wil mooi weer, ja. Mag wel slecht weer zijn, ja, laten ze dat dan even in de nachten doen, wanneer we het slapen, ja. Hé, kan dat? Ja, hè? Ja. Maar oké, ik ga er vandoor, lieve vrienden, en we zeggen gewoon tot later. Doei! Lieve vrienden, we zijn weer eventjes retour. Rebecca is natuurlijk al lang alweer weg. En ik heb ook niet stilgezeten. Ja, of wel, het is maar hoe je het noemen wilt. Ik rij heen en weer van hond naar her. Ik heb een aantal X-telefoontjes gepleegd. Want ja, iedere vrouw van mijn leeftijd die weet het wel. Wat ze onder zoveel jaar er krijgen. Ja, dat is gewoon niet leuk. Hè? Huh? Maar in ieder geval, dan word je gesandwiched, zeggen wij altijd.
Borstkankeronderzoek. Het moet even gedaan worden. Leuk is het niet. Het is geen prettig iets. Maar als je er komt, dan krijg je een mondkapje aangeboden. Ik heb COPD, ik kan er niet tegen. En heb alles uit de kast getrokken om erachter te komen of ik er vrijstelling voor krijg. Want in de OV krijg je de vrijstelling voor. Als je wat markeert. Maar, komt er maar bij, je moet het wel kunnen laten zien dat je wat markeert. Oftewel, een brief van je huisarts of een arts van het ziekenhuis of wat dan ook. Mooi. Met het laatste ben ik nu nog bezig. Maar ja, mijn huisarts, het is de laatste dag. En je moet dan, ik moet om 1:15 bellen maandagmiddag. Dan is het telefonisch spreekuur, dan krijg ik hem zelf eventjes aan de lijn en dan val ik gelijk met de deur in huis bij hem, voor sowieso is het vuil. En dat moet je even voor mij doen. Kan ik tenminste ook weer naar Karin toe, als ik dat er ook voor heb. Maar ja, ik moet nou even zuinig aanleven. Want Ewin, onze poezenbeestje, ons prinsesje, ja, ons enige echte prinses Ewin, ons poezenbeestje, die heeft het aan de schildklier. Daarom is zij dus zo mager. En nou is zij aan de medicatie. En dan hopen we dat ze aan gaat komen een beetje. Hé? Ja. Hi, Rijka. Ja. Dus ja, dan weten jullie dat even waarom ze zo mager is. Ze wordt goed verzorgd. Dat deed ik altijd al. Net zoals met Kandel, die wordt ook goed verzorgd. Maar ik wist dit niet. Nee, nou ja, dan is het sorry balori. Wordt nou tenminste wat aan gedaan. Ik heb er ook medicatie voor. En die zijn heel, heel klein. Oh, die had ik jullie al laten zien. Deze. Heel klein. Nou, het bekje open drukken en achterin het bekje laten vallen. En dan even helpen door te slikken. Nou, kom. Auw, Ewin. Ik heb geen handdoek op mijn benen. Wow, potverdikkie. Hé, potverdikkie. Jij, wacht maar even. Je nagels zijn wel geknipt, maar daarom kun je me nog pijn doen. Zo'n dikke broek heb ik niet aan. Nee. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Ja, jullie staan een beetje anders zo. Bijdraaien. Maar in ieder geval, ik ga zo mijn camera leeghalen. En even naar de oplader gooien. Want ik ga straks met een schoon leeg camera naar Bondia. En daar ga ik op een nieuwe vloggen. Tenminste zometeen tegen de avond. Dus ik kom niet eerder terug dan ik daar ben. En daar gaat alles over Bondia. En dat wordt een aparte vlog van deze vlog. Ja, ik sluit vanavond natuurlijk wel af, et cetera. Maar ik wil Bondia, dat wordt helemaal apart in elkaar gezet. En daar vraag ik uiteraard even hulp bij, hoe dat 1, 2, 3 moet aan Karin en Roderick. Die zijn het al gewend, die maken al voor hier en daar in hun stadje reclame. Dat wordt voor mij voor het eerst. Dus ja, komt goed. Dus ik zou zeggen, blijf opletten bij Bondia. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En ik ga de camera leeghalen. Ik ga proberen nog een vlog in elkaar te zetten, want het is 15:46, dus dat kan allemaal nog. Ik heb een bak koffie, de vaatwasser die draait met allemaal glaswerk, zowel glazen, zowel vazen waar je bloemen in kan zetten. Dus die ruttelt er net heen. En dan vind ik dat of later vandaag of morgen wel, ik zie het wel. Zondag hebben we weer wat in het verschiet. Dan hebben we een open monumentendag. En ook het carillon. Dat is natuurlijk prachtig, want die geeft ook muziek. Daar hebben ze een open kijkdag ook, dus daar ga ik ook sowieso even naartoe.
En die muziek eventjes, ja, even kijken hoe dat gaat, hoe dat lukt. En dan zien we het wel weer. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Komt allemaal goed. Ja toch? Ik zou zeggen, tot later. Nou, helaas, lieve vrienden, zijn we met ongedane gerichte zaken weer naar huis toegegaan. En ik heb mijn telefoonnummer maar achtergelaten. Want meneer had geen tijd. Want het was nog druk bezet allemaal. Ja, en toch sluit hij om 6. Dat kun je nagaan. Hè? Dat het nog druk was. Dus ja, en dan moet hij nog schoonmaken. Ja, dan is hij ook back af, hè. Ja, maar daar kan je niks aan doen. En Bon dia is geen Spaanse naam, maar er is ja, dan ben ik het kwijt. Dan moet ik eventjes mijn mobiel even erbij hebben. Want ik had het wel doorgegeven aan Karin, geloof ik. Iets met CA. Nog wat. Ik weet het even niet meer. Nee. Gaan we even naar Karin toe. Even mij. Nou, dat is toch lekker alleen. Lekker rustig. Ja. Ja. Dat is dan enkel maar een vooruitgang. Ja, daarom. Ja. Ja. Oké. Ik zal nog een vlog in elkaar zetten. Want wat nog niet is gebeurd, want hij zei weer 4 doet zomaar. Je werd van dus weer opnieuw. Op mythe gestuurd. Dat Rebecca die zei ook al wat, een grote mythe. Dan geven ze zo'n bandje met een menu en je komt niet goed terecht. Wat een ganus, nee. Maar ja, we zijn er terecht gekomen. Nu is het alleen nog maandag om 15:15. De huisarts bellen. René bellen. Dat is de huisarts. En dan hem vragen of hij zo'n brief in elkaar weet te flansen voor me. Ja. Dus wie weet ken ik dan in de nabije toekomst weer naar jullie toe komen als ik er het geld er ook voor heb. Ja, maar dan moet er ook een feestje. Dat moet ook. Ja. En Rijke? Jij? Ja, samen staan we sterk, hè? Ja. Samen staan we sterk. En ik ga, zeg maar, om rond 6:30 ga ik weg naar Bon dia. En Bon dia is niet Spaans. Nee. Dat is Catalaans. Catalaans is dat. Ja, ik meende dat Spaans was, maar dat is Catalaans. Ik heb nog nooit van het woord Catalaans gehoord. Wat houdt dat in Catalaans? Ik ga dat opzoeken op Google Map. Gaan we gelijk doen. We weten waar dat ligt. Ja toch? Dan gaan we naar Google Maps toe. En dan vullen we dat daar gewoon in. Catalaans. Het ligt wel in Spanje. Oké, de kustgebergte. Aha. Gaan we even naar Spanje. Ja, even naar Spanje, de satelliet. Wow. Maar meneer zelf komt uit Portugal vandaan. Wow. Kan je nergens met een poppetje heen? Even kijken of ik het poppetje ook ergens neer kan zetten. Het is allemaal bos, zal ik jullie vertellen. Het mag niet. Even uitzoomen. Jeetje. Daar is het gebied. Mijn genade, poppetje. Kijk nou daar naartoe. Het mag niet, hè. Waarom mag dat dan niet? Daarop. Nou zeg. Dat betekent dat je er mag staan toch? Of is dat water, jongens? Nou, het zal. We hebben ook Breda in Spanje, zie je dat?
Wat leuk. Nooit geweest dat we Breda in Spanje hadden. Nou, maar dan moet je daar toch ook ergens kunnen lopen? Met je poppetje? Of hebben ze dat daar nog niet? Dat hebben ze daar denk ik nog niet, jongens. Kom aan. Mag je daar niet lopen dan? Ja! Kijk dan. Voilà. Wat leuk. Nou, oké. Okay. Ja. Oké, okay. Nou, dan gaan we daar weer weg. Ja, nou ja, dat is toch wel bijzonder. Ja. Dat is heel erg bijzonder. En dan loopt er heel eentje te brullen. Meeuw. Ja, je krijgt zo kippie. Hè, jonge dame. Maar oké, ik ga eerst verder met die vlog. Oh, daar ben je alweer. Ik ga eerst verder met die vlog. Mag dat? Die vlog wil ik in elkaar hebben, ja. En je komt niet om van de honger, want je krijgt meer dan genoeg. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. En een hele fijne avond gewenst. En smakelijk eten als je trouwens nog moet eten, net zoals ik. Daarna pas krijg je een fijne avond, want eerst moet het buikje vol en dan kun je pas genieten van je avond. En later op de avond natuurlijk wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen en gezond weer uit je bed zien te komen. En tot aan de andere kant van de nacht. Ik zeg tot dan. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben bezig om een vlog eindelijk. Ik heb er 3 keer over gedaan. Maar ik weet nou hoe en wat. Waar ik ze op moet slaan. Dat ging eerst, ja, ik doe het normaal gesproken in de map, waar ook mijn video in staat, die losse video's. Maar dan zit er helemaal niks in. Ja, dat is dan, is het leeg. Maar dan weet ik hoe ik het doen moet. Gewoon mijn eigen foefie. Ja. Ik ben even met koffie nog bezig en dan ga ik met Rijka lopen. Ik maak altijd koffie voordat ik wegga. Dan is het een beetje afgekoeld wanneer ik terugkom. Kijk, lekker nuttig, hè? Ja, doe er ongeveer plus, minus. Ja, nee, niet plus, minus is het eerder. Ik ben eerder dan een kwartier ben ik alweer terug en dan is het nog niet koud, is het nog warm zat. En dan kan ik gelijk ook aan het eten beginnen, want het is al wel weer laat. Ja, hoe laat leven we? 18:53, maar ik neem jullie even mee. Kijk hoe dat gaat. Ja! En Bart, zit er nou koffie in? Nee, moet ik dat nog eerst doen, hè? Oh jee, dan heb ik de poot. Oh, wacht even. Dat gaat zo ook. Hup. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Oh jee. Zo, staan jullie weer. En dat is voor dat rommelwinkeltje. Ik heb een tas vol met spulletjes wat ik niet meer gebruik. Weg ermee. Gaat morgen weg. Ja hoor. Hoppata. Tita het tovenaar. Zo, water erop. Dan laat ik het gewoon hier staan. De vader was dus ook al klaar. Dus, toppie. Helemaal geweldig. Die les daar van Pampers. Hé, we gaan lopen. Ja, we gaan lopen. Echt waar, we gaan lopen. Dus ja, ik neem jullie mee. Ik doe jullie in de tas. Dus komt goed. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, en dan draaien we hem even om. Hé? Ja. Dat is weer eens wat anders. Leuk, toch? Of niet dan? Ja, zo kan dat toch? Ja, zo kan het ook.
ga maar weer een goed zo, meis. Goed zo, meis. Hola. Hola. Ik ga nou eens op de soja. Je rinde zit niet goed. Zo. Hij mag er wel op, maar ik niet hoor. Ik heb er een hekel. Nee, ik heb er echt een hekel. Ga op. Je loopt om me heen. Deze kant op. Nee. Hallo. Deze kant. Reka. Wow. Dit is mijn nieuwe selfie stick. Die kan alle kanten op. Okay. Moet je kijken. Oh ja. Dat is mooi. En ik kan hem uitschuiven en al. Kijk hoor. Ja, dat is Reka, de vriendje dus, zoals jullie nou wel allicht zien. Geweldig. Je hebt je riem onder je poot. Je hebt je riem onder je poot. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik heb de soep al op. Daar staat mijn vlees in. Die zet ik zo meteen op. Dat is mijn bloemkool van gisteren. Ik heb mijn koffie al op. Ik ben bezig met tafeldekken. Mijn bestek gaat die kant op. Mijn wijn is er al. Ik moet nog even koffie maken weer. Ik heb de televisie al aan, maar ja, ik heb het geluid ook nog aan en dat mogen jullie eigenlijk niet horen. Maar ja, doet er allemaal niet toe, nee. Mag zoveel niet, maar ja, oké, okay. Komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, er komt toch ook muziek onder, dus ja, komt er lekker door elkaar heen. Ja toch? Maar ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle avond toe. Samen met Reka. Ewin en Kandolf. Kandolf zit in de hal te eten. Ewin die zit in de keuken. Reka die ligt lekker op de bank. Dus ja, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, een hele liefdevolle avond toe geweest. Voor later op de avond, uiteraard. Welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En morgen gezond weer uit je bed komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei!